Hoi, leuk dat jullie kijken. Ik ben Bas Vriend, technisch specialist waterkwaliteit en hygiëne bij Van Nieperen. Ik neem jullie vandaag op pad tijdens mijn werk. We beginnen vandaag met enkele voorbereidingen op kantoor. Aangekomen op de eerste tuin pak ik mijn meetapparatuur en spreek eerst met de kweker om zijn watersysteem in kaart te brengen. Ik hoor tegen welke problemen hij eventueel aanloopt met zijn waterkwaliteit. We verzamelen monsters van diverse punten door het bedrijf heen om zo een goede analyse te kunnen doen. Zo kan ik direct zien of er bijvoorbeeld veel last van algen is in de hemelwatersilo's of bezins. Ik analyseer de monsters onder andere op organische vervuiling. De resultaten van deze meting zet ik direct in mijn water. In mijn water typ ik een adviesrapport wat in te zien is voor de tuinder. Op naar het volgende adres, een potplantenkweker. We lopen kort een rondje over de tuin. Zo zien we direct of er verbeterpunten mogelijk zijn voor wat betreft hygiëne. De juiste hygiëne en waterkwaliteit kunnen een hoop ziektes en plagen tegengaan. Ik meet ook de zuurstofwaardes van het water en spreek de resultaten en het advies door met de tuinder. Mijn water is hier een handige tool voor. Op naar het laatste adres voor vandaag, een gerberatelen. teler. Die ik samen met mijn collega bezoek. Voor mij is het goed om soms mee te lopen met collega's, omdat ik nog maar kort bij Van Iperen werk. Zo kunnen zij bij samen eventuele knelpunten bespreken en leer ik van de collega's die al langer in het vak zitten. Iedere tilt heeft zijn eigen problemen en aanpak, daarom is het goed om elkaar daarover bij te praten. Ik controleer de genomen watermonsters op zuurstofgehalte en meet of de dosering waterstofperoxide juist is. De metingen zet ik weer in de computer en schrijf hier mijn bevindingen bij. We spreken nog even de resultaten door en dan zit mijn werkdag er weer op.